Hey, Mirach. Hey, goedemiddag, we zitten hier weer bij jouw marktkraam Rotterdam Noord. Natuurlijk, bij nummer 117. Van het eerste filmpje, het is druk bekeken op YouTube en we gaan een tweede filmpje maken. Vanwege de versoepeling. En er is weer een hoop nieuw leuk materiaal binnen, denk ik. Want ik kom hier ook vandaag voor het eerst. Maar je weet nooit wat je hier kan vinden. En wat ik er zou vinden, ik weet het niet, maar je mag gerust ermee kijken. We zijn nog steeds geopend van woensdag tot en met zondag van 10 tot 5. Altijd makkelijk. Maandag en dinsdag zijn ze gesloten, want ook die mensen moeten een keer rust hebben. Gebruik van een winkelwarenmandje is natuurlijk wel verplicht. Jouw marktkraam Rotterdam Noord is nog de enige plek in Rotterdam waar je nog iets kan tegenkomen van munten, oude bankbiljetten en postzegels. Leuk is dat mensen hier hun eigen ruimte kunnen huren voor een bepaald bedrag per periode, of dat dan per week of per maand gaat. En ja, dan kan je dus zien wat het voor jezelf opbrengt. Daarom kom je ook in deze winkel nooit standaard assortiment tegen, maar allemaal dingen die leuk zijn, apart zijn en soms zelfs dingetjes die echt 100 jaar of meer oud zijn. Bekende herdruk, 1,81 meter, van de oude singles van Elvis Presley. Er zijn nog steeds mensen die geloven dat Elvis niet dood ging en dat hij nog ergens rondloopt wat dat betreft. Uniformjas van de Duitse Kriegsmarine, 1940. Thank you.
chimpansee met jong. Helaas niet meer zo goed, want er zit een flink gat in de bak geboord. Het is een visitekaartenbakje, daar werd je ook voor gemaakt. Het gemoed van Mendes da Costa. Alleen jammer dat hij aan het oor beschadigd is. Maar goed, zo'n prijspak hier ook. Je krijgt een nummer als klant en alles wordt via de kassa rechtstreeks naar je rekening overgemaakt. Dus je betaalt alleen de huur van de ruimte in de winkel. Daarom is deze jouwmarkt aan Rotterdam Noord ook zo elke keer weer zo verrassend. Vooral op de woensdag dat we nu hier zijn, omdat dan de mensen die besluiten om niks meer te koop aan te bieden weer weg zijn. En de nieuwe mensen die gaan huren, dus hun kraams inrichten. Eerste boekje, bulletje en bonenstaak. Natuurlijk van A.M. de Jong. Je kan het hier nog vinden. Lees je dat hier trouwens uit 1956. Rijksmooi Nederland, Société Keramiek, de Delftse Poort aan het Rotterdam. Boord dateert uit 1938. Ze hebben dat gemaakt destijds omdat toen al bekend was dat de Delftse Poort gesloopt zou gaan worden. Dus ja, 2 jaar later kwam het grote bombardement, natuurlijk op 14 mei 1940. Maar toen was de Delftse Poort al weggehaald. Stonden er ook bepaalde delen van het gebouw in de opslag. En vandaar dat ze dat ook hebben kunnen reconstrueren met een ijzeren vehikel wat er nu staat op de plaats waar ooit die poort gestaan heeft. Ook leuk is dat je hier de pijlen ziet. Dat is geen paardfout, maar dat is de pijlen van het luchtalarm wat ze hadden geïnstalleerd. Maar ja, helaas, het luchtalarm, het heeft niet geholpen toen het bombardement kwam. Op de achtergrond ook voor mensen die niet in Rotterdam woonachtig zijn, zien we hier de toren van het stadhuis. Een van de hoogste torens die we toen hadden. Later in de jaren 60 is daar bijvoorbeeld de Euromast bijgekomen. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog datgene wat het leuk maakt hier bij jouw Maatkraam Rotterdam, de LP's. Er staan een heleboel, er komen elke keer weer nieuwe bij, daar gaan we er ook wel weer vanaf. En de LP-aanbod dat varieert van de jaren 60 tot en met de jaren 90. En af en toe zie je er inderdaad echt gezochte titels tussen staan tegen betaalbare prijzen. En dat is gewoon het leuke van deze winkel. Altijd verrassend aanbod en altijd kom je dingen tegen waarvan je niet wist dat het bestond. Goedemiddag, laten we ook even kijken.